Hoe hard wil je hem? Ja, ik doe... Hoe hard kan hij? Ja, veel harder als jouw oren kunnen, dus... De LED-schermen hangen, het licht is gesteld, in beide zalen zijn we aardig op stoom aan het komen. Jullie gaan er gewoon voor? Ja. Ja, heel fijn, heel belangrijk ook. Waarom? Nou, omdat we het heel erg belangrijk is dat de nacht weer open gaat. Dat we met elkaar in Nederland daarvoor gaan staan, een signaal geven naar de overheid. Dat het echt na 2 jaar echt te lang geduurd heeft, dat kan niet meer zo. Nu krijgen jullie wel een boete van 10.000 euro. Ja. Is dat het waard? Zeker. Als je bedenkt dat hier per dag aan verlies geleden wordt, dan maakt die 10.000 ook niet meer veel uit. En dan is het nog steeds een hele hoop geld, juist in deze tijden. Maar ergens moet je gewoon het signaal geven van dat het tot hier en niet verder is. We hebben 1400 mensen laten we toe, 1300 tickets verkocht. Was in 1 minuut uitverkocht, dus zoveel honger is er. We hebben ervoor gekozen om 1/3 van de capaciteit maar te vullen. Om ook naar de gemeente toe te laten zien dat wij verantwoord met deze actie omgaan. Jonge mensen hebben al 2 jaar bijna geen uitlaatklep op een belangrijkste stukje van hun identiteitsvorming. Nou ja, dan zie je het. In 1 minuut is het uitverkocht. Geniet ervan. Ja, kost een tijdje.